Welkom terug allemaal. Welkom terug. Superleuk, nog steeds best wel een volle zaal. Ja. Leuk om jullie weer te zien. En welkom bij Impact Maken op de Stad in 3D. De HVA heeft drie professors of practice. Die zetten zich in op de 3D's. Die kennen jullie waarschijnlijk allemaal. Digitalisering, duurzaamheid en diversiteit. Die professors of practice die zijn dus Kate Rayward, Marleen Sticker en Abdelhamid Idrissi. En vandaag komen zij een speech geven voor ons allemaal. En dus ook nog de mogelijkheid om achteraf vragen te stellen. Ik heb al de kans gehad om hun eerder een keer te mogen horen spreken. Ze zijn super inspirerende mensen. En wat ik ook het mooie vind is dat ze je echt aanzetten om na te denken over hoe jij zelf impact kan creëren in jouw directe omgeving. Ja. Dus het wordt een super mooie sessie. Inderdaad. En ik zou zeggen, laten we daar niet langer mee wachten. Ik switch nu heel veel naar het Engels. En dat is omdat onze eerste spreker Kate Rayward is. So after the speech of Kate, we'll go back to the old trusted Dutch again. But for the time being, it is our delight to be able to introduce Kate Rayward. She's an economist at the University of Oxford. She works for the University of Cambridge's Sustainable Leadership Program and is also best known for her book Donut Economics. Now, in her role as a professor of practice, she is a critical friend of the Center of Expertise for Economic Transformation, and she also really tries to bring that transformation into the curriculum right here at the Amsterdam University of Applied Sciences, and then specifically within the Faculty for Business and Economics. Can we have a big round of applause? She's joining us digitally for Kate Rayward. Hi, it's a great pleasure to be joining you all today and to be a part of a session with my fellow professors of practice, Marleen and Abdelhamid. So I am here as the professor of practice of Duurzaamheid. And I'm going to start by zooming us right out, give us the really big picture, and then zoom us in to your fantastic city. So the very big picture, the challenge of the 21st century, can humanity leave no one in the hole, but not overshoot Earth's limits? Can we learn to live in the donut where we meet the needs of all people within the means of the living planet? If that's our goal, we are very far from that right now. Globally, billions of people falling short, and some of them live in your city. And we are already overshooting Earth's planetary boundaries. And some of that is due to your city, as it is due to every city. So let me put this in a perspective. The place we all want to be is that top left-hand corner, the green donut, where we meet the needs of all people, but do so within the means of the living planet. And we can recognize that the story of all the nations that you can see here are interconnected through histories of colonialism right through to the current present impacts of climate breakdown. There's the Netherlands. Your nation, like every high-income nation, has to transform. I challenge any of us to say that any one of these countries should call itself developed. I don't think there's a single developed picture, single developed country in this picture. If one is closer than any other, it's Costa Rica. They are closest to getting into the donut. But the challenge is that the history of 20th century economic growth took us towards the donut and then straight past it into that ecological overshoot. This history of economic growth has been degenerative and divisive. And I know that you were listening to Ninka Laverman this morning. So to quote her on this topic, growth was my holy grail. Yes, it was. And it failed. It couldn't last. I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. We are in the middle of the hustle. And the question is, can we find ways to see and to see that we need transformation in every nation and city? We need to see transformation towards a thriving future, low-income countries that rise to meet people's needs for the first time, middle-income nations that totally reorient towards the donut, and the high-income nations like yours, like mine, like every high-income country in this picture, that must reduce its
huge overshoot in terms of energy and material use on the living planet, while still meeting the needs of all people who live in these places. How do we do that? Right, that's the zoom out. Now let's zoom in. What's the story going on in Amsterdam in the middle of the hustle? Who is finding ways to see and to do differently and to bring about transformation? I'm going to tell you stories from the Gemeente, from the city government itself, from the CET, the Center of Economic Transformation in the Havea, and from the Amsterdam Donut Coalition. And what we're going to see is that there are people, change makers, grounded in all of these places, transforming the institutions and the vision within your city. And it's exciting when it comes together. So the Gemeente, of course, the Amsterdam city was the first city in the world to adopt the donut in April 2020 in the midst of the COVID crisis to create a city portrait. And still its impact lasts. It's very interesting for me to see in a city where you've now had municipal elections just this time last year, a change of leadership, a change of faces, but the donut is now still coming through in plans. We hear from people working in the heart of the city that it's a powerful tool, one, for connecting city departments internally with a shared holistic vision that makes everybody's work visible on the same page, but also connecting the city to its own citizens and residents through the Amsterdam Donut Coalition and through many neighborhood initiatives. And I want to recognize the current generation of city policymakers and staff who are really driving that forward and making that happen. The Amsterdam circular strategy began, as you can see in the diagram, with the donut at the top, then the circular strategy in textiles, in food, in buildings, putting that into practice. And of course, this is an ongoing process. I know that they're going to be coming out with a new circular city strategy for 2024 and onwards. Really looking forward to seeing how both sides of the donut are reflected there, not just the ecological goals, but how that's woven together with social imperatives to create good jobs, well-paid jobs in all neighborhoods that enable people to thrive in the process of creating a circular economy. Also knowing that the city coming out with the Amsterdam Connect policy about transport is aiming again to create low carbon and environmentally smart transport options that also ensure that people who live in the distant neighborhoods have excellent transport connections, so that it's a new transport design to overcome inequalities that may have been replicated and reinforced by the previous layout of city transport. I'm going to move to the Center for Economic Transformation in the Havea itself. So Donut Economics Action Lab and the CET collaborated in creating a tool for businesses to do a deep dive into designing business itself through the lenses of the donut. And here on the screen, you can see photographs from the series of workshops that we co-hosted in person and online, bringing together entrepreneurs, small businesses that were really open to transformation from within your city, but also from across Europe. They came together 8 times to look at their own deep designs. What's your purpose in business? How are you networked with customers, suppliers, and your own staff? How are you governed? How is your business owned, and how is it financed? And these deep design traits can be redesigned in themselves so that business itself is transformed, not just the design of products, but the deep design of business. And it was a huge pleasure to co-author between Donut Economics Action Lab and the Center for Economic Transformation this paper on what donut economics means for business, a paper that's now proving really useful, full of rich case studies. And I know it was nominated for an award as a research paper within the Havea, which is fantastic. So it's a very, very practical tool for companies to learn to put these ideas into practice and transform themselves. And I know that the CET has gone on to work with some pretty major brands, companies that have come and said, we want to do this journey, and is also working with the Gemeente, with the City of Amsterdam, on Amsterdam Impact, working with the Impact Hub, bringing deep design. So it's really getting integrated between the CET and the city's own policies and initiatives. And then let me come to the Amsterdam Donut Coalition, which was set up at around the same time that Amsterdam launched the donut as a city. So in early 2020.
a group of organizations and people came together and said, we all share a value of aiming to get into the donut in many, many different ways. They set up this fantastic website, which still shows pioneers in practice, shows how it's already in motion. And I think that's a really important part of transformation, to show the seeds that are already present, to show how much is already underway. Because if we only focus on what's not yet been done, we will stop ourselves with overwhelm. We have to note and celebrate what's already in motion. And there's a lot in motion. I'm going to just focus in on one neighborhood, the donut bakery going on in the neighborhood, bringing together people in a very playful, accessible way. Everybody can get involved. It's not intimidating. It's easy to start, whether it's picking up waste that's left in the park, whether it's thinking about food in the community, whether it's thinking about introducing a local currency in the community, inviting neighborhood stories, and again, enabling people to see that what they're already doing is part of this transformation. It brings them together and creates a really celebratory atmosphere in the neighborhoods. So this beautiful diagram was created out of the donut bakery work that's been going on. And one of the founders of it told me that the lines coming out of the donut there, these are like rays of sun, the energy that's generated when people come together in this way, playfully celebrating neighborhood interconnection. And what I love about the way they've done this, and they've documented it on our website, is they've made it incredibly accessible for others to pick up and replicate. What we're learning in the work that we're doing in Amsterdam and beyond is the power of peer-to-peer inspiration. Amsterdam was the first city. It's definitely massively inspired now over 70 cities, regions, towns, neighborhoods worldwide. Local governments in 70 places have engaged with this concept. And I've no doubt that a lot of that was inspired by Amsterdam's leadership. But even at the neighborhood level within Amsterdam, one neighborhood starts doing it. It's playful, it's fun, it's accessible. You can do it too where you are. So there's something very, very powerful about having a low bar of accessibility and irresistibility to get involved. So let me finish by saying that what's fantastic is that Amsterdam Donut Coalition 2.0 has recently launched. And you can see from all of the logos at the bottom that there are so many major organizations and initiatives, including Javea, including the Gemeente and the Packhouse and the Arena. So many organizations that are involved coming together, which is really fantastic that the donut is playing this role in the city of convening people together to bring about shared transformation. And so their aim with Donut Amsterdam Donut Coalition 2.0, as it says here, to popularize it and activate and make people get excited and feel involved in transformation, to empower people and to fund the pioneers, whether they're in the neighborhoods or they are the entrepreneurs, to fund them to run ahead and demonstrate to the rest of the city, this is what transforming looks like and feels like, and you want to be part of it too. Drawing back on the learning from what's going on, what's working, what's not working, what can make it go faster? So having a really smart learning integrated into the process, and then bringing about governance and awareness about the deep design of every organization, its purpose, how it's networked, how it's governed, how it's owned, and how it's financed. So I have to say, for me, it's a thrill to see so many initiatives still rising up, because a big question about an idea is it can have a launch, and then what happens over time? And we've seen over time, through a pandemic, through an election, we're seeing these ideas changing, shifting, but rising again. And I'm very sure this time, in this iteration going forward, there is a very strong connection between civic organization and the city government and Amsterdam University of Applied Sciences, a very, very strong trio of players that I cannot wait to see what comes next. I'll stop here, and I'm really happy to hear any reflections, anybody in the audience already involved in this, or indeed take any questions. And if you want to get involved, I would say talk to Willem van Winden in the Center for Economic Transformation, if you want to be involved in the Javea's work on this, particularly through business. But if you're seeing this and thinking, I'm a resident of this city, get involved with Amsterdam Donut Coalition. Bring your interest, bring your energy. I know they will massively welcome it. Thank you. Thanks.
Thank you so much, Kate. I think that was an incredible story, and I loved how, you know, you also showcased the way forward with all these sort of examples and things that we can do. Now, I can imagine, I was listening a lot, and I have a lot of questions that I would like to ask, but I can imagine that the same goes for the audience. So can I see if anybody has a question that they would like to pose to Kate, or if there are any reflections? Yeah. Okay. Not all at once. Yeah, I was going to say. Oh, you guys are clearing the floor for me, so I'll take it. I don't mind it. If anybody has any questions in the meantime, do let us know, because we are a bit tight on time, but we do have time for some audience questions. So, Kate, actually, what I wanted to ask you is, at the very start, you also sort of showed this curve, right, of where we needed to be with regards to the donut. But then I think you very rightfully so said, well, most developed countries and also, you know, countries in the global side, we're not there yet. And we do need to be there. You quoted the song from Nienke earlier this morning. So there's quite a gap that we need to bridge. I'm wondering from you, how do you, like, personally, and what would you say to others, like, how do we deal with that sense of urgency, but also maybe overwhelmingness, if you will, with the size of the challenge that we're faced with? Great question. Let's just get on with it. I mean, that's why I love working with this city. Look at all the photographs I just showed you, right? I started out with graphics that show us the scale of the challenge. They show us that no country is there. They show us how much transformation we have to do. If I only showed those graphics, you could walk out of this room thinking, this is too big, too hard, we're too late, it's too much, we're too slow, we can't do it. Yeah. But then I showed you photographs of people in your city, whether they're the government in their own meetings and deliberations, whether it's residents in neighborhoods just getting up and making things happen, whether it's the Javier itself within the Faculty of Business and Economics. And I will say that I joined the Javier and became a professor of practice in this university and not in other ones, because I was invited into the Faculty of Business and Economics. It was a serious desire to transform the heart of business. So that's why I'm involved. Yeah. It so energizes me to see photographs like these. And by the way, I'm just showing you photographs from one of the 70 cities, neighborhoods, regions, districts, councils, towns around the world. It's popping up all over. Yeah. So we are late. We are late, and it is hard. And there are people moving, and there's a generation of young people, all of our children, right, asking us, what did you do? What did you do? So this is what we're doing. And this is how we mobilize and connect and make it happen. Amazing. Thank you so much. And I love it. It also really taps into what you said earlier, right, about, you know, there are so many people out there already doing things, and they are already part of that story without perhaps even knowing it. So I think that's, that really embodies what you said. Anyone with any? Yes. I see a question. Sir. And we have the box thing again. Okay, so you guys, I'm not no the Rocky. Best thrower, but Jacquini, she is the fit girl of the both of us. Well, so I will. Now I have to prove no something. Pressure. Oh, no, she really almost. Please go ahead. Oh, it doesn't work? Oh, okay, wait. I have a handheld mic. Okay. One second. Okay. So if we have, like, background music again, we can do, like, the elevator waiting music. And there she is. Now I really have to prove that I'm... Yeah, indeed. All right, I'm rushing to you. Thank you, Jacquini, indeed. Yes, let's see if this works. Yeah, so I heard you mention, I think it was neighborhood or local currencies. What role do they play in the donut economy? So it's not directly clear to me. Great question. So they can potentially play a role. On neighborhood currencies, I think, so let me first of all say that the reason I mentioned them was because the donut bakery crew are exploring that. And they said, this is one of the ideas we want to explore. So that's why I mentioned it. That's something they're looking at. I will add, since you ask about neighborhood currencies, such currencies need to be very, very carefully designed. Often they get created, and I think they don't work. They get created as an idea that it would be nice to have our own neighborhood currency, but they need to be very well designed to ensure that they are providing something specific to that neighborhood that's really valued by people in that neighborhood. There was an amazing currency set up in Ghent in Belgium, where
if you had that currency, you could get access to an allotment that the city had put aside, a large area of new allotments, and only with access to that currency could you get an allotment plot. Mm. That made the currency really desirable in the neighbourhood, and it created an incredible community around that allotment and a circulating of local value going back. So I don't yet know what the plan is around that local currency, but I know they have ideas for it. And if you're asking around, maybe if you know about it, or you know about the challenge of creating local currencies, do get involved with them, because they really need to be designed well so that they become a desirable, valuable part of life rather than a nice idea, but that one doesn't take off. Thank you. Thank you so much. Thanks, Kate. And thank you also for the question. Can we have a big round of applause for Kate Brayworth once more, everyone? Thank you. Yes, thanks so much, Kate. En dan gaan we nu weer terug naar het Nederlands, naar het oude vertrouwde Nederlands. Ja. Want het is tijd voor onze tweede professor of practice, die zich ook heel erg inzet op een van die drie D's, namelijk diversiteit. Abdelhamid Idrissi. Het interessante is dat hij ooit is begonnen aan de HVA, bij studie bouwkunde, als ik het goed zeg. Ja, klopt dat? En daarna is hij zich gaan inzetten voor kansenongelijkheid. Ik kan jullie zeggen, dat doet hij heel erg goed. Hij is onder andere benoemd tot Amsterdammer van het jaar. Hij zit bij het programmaraad Kenniscentrum Kansenongelijkheid in Amsterdam. En de cirkel is nu eigenlijk heel mooi rond, want hij is weer terug bij de HVA als professor of practice. Dus met zijn kennis en ervaring komt hij ons vandaag begeleiden bij deze vraagstukken diversiteit en inclusie. Mag ik een heel hard applaus voor Abdelhamid Idrissi. Yes, dank jullie wel. Voordat ik jullie meeneem in het afgelopen jaar, neem ik jullie eerst even mee naar 3 maanden geleden. Toen opende ik een supermarkt. Een supermarkt waar gezinnen gratis kunnen boodschappen doen. Fris supermarkt. En ik voorzag dat er een soort van... dat eigenlijk Nederland er nog niet klaar voor was. En dat gebeurde ook. De media, nationaal en internationaal, heel veel over geschreven, heel veel over gesproken. En eigenlijk ging ik reflecteren, wat maakt nu dat? En de kern daarvan is dat het heel menselijk is. Het is iets te menselijk nog voor wat we gewend zijn. Maar wat weinig mensen weten is het proces ernaartoe. Ik heb 2 jaar ernaartoe gewerkt. En ik heb al die gezinnen gesproken en gevraagd, hoe zou het volgens jullie dan wel moeten werken? En dan krijg je de antwoorden. En dan kan het niet meer fout gaan. Vervolgens, precies 1 jaar geleden, benoemd tot professor of practice. Een groot thema, diversiteit en inclusie. Geeft je energie. Aan de andere kant wist ik ook heel snel, ik moet ook nog heel veel leren. Ik weet het ook niet. Sterker nog, het is een groot team. De diversiteit is super divers al in de organisatie, op al die niveaus. Dat zag ik ook na de aanstelling of na de installatie 1 jaar geleden. Ging het los. Ik werd aan alle kanten uitgenodigd. Ik heb alles aangenomen en aangegrepen. En ondertussen ontmoet je voor het eerst een transgender. Dan hoor je voor het eerst diens verhaal. Heel veel van geleerd. En toen wist ik weer, ik moet veel meer studenten spreken. En toen heb ik met Jopie en Aliye bedacht, we moeten focus hebben, want anders gaat alle kanten op. De docent, alle niveaus vanuit de medewerkersoptiek, de student, de faculteiten. Ja, waar beginnen we nou? En toen wist ik het, 1 jaar moet volledig in lijn zijn van de student. Ik ga heel veel studenten spreken. Ik heb 450 studenten gesproken. 100 zeiden... Ik weet het, ik heb nooit iemand gezien die is uitgevallen. Oh ja, dat was het ook nog belangrijk om te zeggen. De focus was uitval, ook in relatie met D&I. Honderden zeiden, ik ben nooit uitgevallen en ik ken niemand die is uitgevallen. En 350 studenten hebben er wat mee, hebben de ervaring, of persoonlijk, of vanuit een student dicht bij hen in de cirkel.
En een van die bevindingen die ik eigenlijk ook wil uitleggen en met jullie wil delen, is ja, waar begin je dan? Dus ik liet me lekker leiden. Voor colleges, na colleges en tijdens een college. Er werden sessies georganiseerd, vragenlijsten. Dus ik liet me helemaal meegaan met de uitnodigingen. Allerlei faculteiten. Dat gaf heel veel inzichten. Maar wat me dan heel erg opviel is, dat op een gegeven moment dan door die student werd gevraagd, mag ik u even apart spreken? Kunnen wij daar even zitten? Of in dat klaslokaaltje? Of in dat koffiezaakje hier beneden? Daar kwam er heel veel uit. Dus dat is een van de conclusies eigenlijk. Is hoe de studenten het belangrijk vinden om in een relaxe setting, informele setting, een gesprek aan te gaan. Dat levert heel veel op. Dus die methode om het gesprek aan te gaan, die heb ik na 3 maanden geëvalueerd. En ik zei, oké, dat ga ik vanaf nu op deze manier doen. Ik ga wandelen, ik ga de koffiezaakjes opzoeken, ik ga in de kantine de gesprekken voeren. En nogmaals, heel veel gewandeld. En ook de stad gebruikt als onderzoeksveld. Ik merkte ook heel snel hoe de student rolmodellen naar snakt. Ik merkte dat heel veel mensen mij herkenden. Heel snel het vertrouwen hadden in mij en ik heel veel ook gevoeligheden aanhoorde. En men noemde dus continu ook een aantal namen in studenten, in hogere jaars, een familielid. Maar misschien wel het meest bijzondere is dat een aantal docenten continu werden genoemd. Ik noem het even de fanbase docent. De docenten op die faculteit, bij die opleiding, ja, die werden niet zomaar genoemd. Die werden als een soort van held voor hen uitgelicht. Ik pak even mijn telefoon erbij. Die moet ik dan wel bij me hebben. En ik lees even een aantal uitspraken voor. Wat maakt dat ze zo fan zijn van die docent? Ik kan overal bij haar terecht. En ze denkt overal over mee. Hij luistert en is echt betrokken. Ik kan het eigenlijk niet zo goed beschrijven. Maar hij is er gewoon voor mij. Ik heb het gevoel dat ik ook alles mag zeggen. Dat ik mag vallen en opstaan. Hij neemt mij serieus en ik kan hem alles vertellen. Hij snapt waarom ik zoveel stress heb. Op school ervaar en in mijn thuissituatie. Zij snapt waar ik mee zit. Want ze heeft hetzelfde meegemaakt. Ze doet echt... Als ik steeds met ze of hij spreek, dan is dat steeds een andere docent, overigens. Het is niet allemaal één persoon. Ze doet echt moeite voor mij. De energie die ze mij stopt, dat is het belangrijkste. Het gaat dus helemaal niet om die output. Ik zie dat jij moeite voor mij doet en daar ben ik dankbaar voor. Zelfs in het weekend vroeg ze naar mijn situatie en ging ze met mij naar het politiebureau. Dat vergeet ik nooit meer. Ik vergeet mijn zorgen en vertrouw erop dat ik het kan. Ik mag van deze docent geen slachtofferrol meer innemen. Dat doe ik daardoor ook niet meer. Hij heeft wekenlang gezocht naar een woning voor mij. Ik ben hem zo dankbaar. Daardoor ben ik na een maand afwezigheid weer terug aan het studeren. Zij heeft precies dezelfde shit mee gehad. Ik hoef haar niets uit te leggen. Ik ben haar dankbaar en ik vergeet mijn stress en krijg energie om te studeren. Kent u dat broer of zus gevoel? Iemand die er voor je is, die verder kan helpen en niet oordeelt. En tot slot, ze zegt niet alleen wat je wil horen, maar ze spiegelt mij ook. En dan zeg ik, u heeft gelijk. En dan kan ik weer werken aan mijn pijn. En zo heb ik er heel veel van dit soort verhalen gehoord. Van studenten. In de kantine, tijdens het wandelen, over de betreffende docenten. Ik stelde 3 vragen aan de student. Ben jij ooit uitgevallen? Zo ja, waarom? Ken jij iemand die is uitgevallen? Zo ja, waarom? Wat is volgens jou een oplossing om dit te hebben voorkomen? En dat gaat dan alle kanten op.
Het meest bijzondere is dat ze zichzelf voelden of zagen ook als expert. Als ervaringsdeskundige. Maar ik vroeg aan hen, jij bent de oplossing, jij hebt de oplossing, dat heb ik niet. Dat hebben de docenten niet, dat heeft de HVA niet, dat heb jij. Wat moeten wij doen met z'n allen om er voor jou te zijn? En dan krijg je geweldige oplossingen. Maar ook heel veel uitingen. Dus het waren geen 10-minuten gesprekken. Soms wel 1,5 uur. En een van die uitspraken is, ik ben een transgender. Ik voel me niet veilig op straat. Op school voel ik me soms wel en soms minder veilig. Ook mijn ouders maken zich zorgen om mij. Als ik meer docenten heb waar ik mij in kan identificeren, dat zou een veiliger gevoel creëren. Dus deze docent of deze student zoekt naar iemand die op haar lijkt. Nog een voorbeeld. Ik ben geen christen, ik ben geen moslim en zelfs geen gelovige. Als er dan een activiteit wordt georganiseerd, bijvoorbeeld een kerstdiner, dan vind ik dat ingewikkeld. Want ik voel mezelf daar niet thuis horen, omdat ik er niet in geloof. We maken de school inclusief door alle activiteiten bij voorbaat wel te faciliteren, maar het ook zo in te richten dat iedereen er welkom is. Bijvoorbeeld een kerstdiner zeker organiseren, maar misschien ook een winterfeest. En dat geldt overigens ook voor alle andere feestdagen, zoals Diwali. Dit is een van de oplossingen die de studenten hebben geuit. En jullie begrijpen het wel, hier hebben we er heel veel van gehoord. Hoe ga je dat allemaal bundelen? Uiteindelijk heb je wel data. Al die verhalen, die heb ik, of oorzaken, die heb ik in 7 domeinen gecategoriseerd. Sommigen hebben gewoon een verkeerde studie gevolgd. Vanwege de thuissituatie, 42% stress. Vanwege armoede valt men uit. Eenzaamheid, van de week was er op de NOS een groot documentaire. En dat zien we ook hier weer terug. Eenzaamheid is ook op de HVA een groot probleem. Fragiele basis. Dan heb ik het over hoe je start je aan de opleiding. Veiligheid. En persoonlijke aspecten. Ik zeg heel bewust. Nu al kom ik met een aanbeveling. Dit is maar een greep natuurlijk. Dus we moeten met z'n allen gaan nadenken, dit tweede jaar. Hoe gaan we hier een groeidocument van maken? Want misschien zijn er nog 5 andere thema's. Binnenkort delen we ook wat dan hier onder valt. Als ik toch even wat hele heftige dingen met jullie mag delen. Dan hebben sommige studenten gezegd in die wandelingen, dat is aan armoede gerelateerd, dat ze wel eens een laptop stelen op school. Om te verkopen. Of een telefoon. De studenten uitten bij mij dat ze de prostitutie in moest gaan. Om haar schoolgeld te kunnen betalen. Dat zijn 3 voorbeelden vanuit 350 gesprekken. Ik vraag ook om oplossingen. Als we het over eenzaamheid hebben, wat nu een groot thema is ook. Dan zegt die student, ik dacht dat ik de enige was. Wat zou het volgens jou helpen als ik wist wie er nog meer zich zo voelen? Dus die cijfers, die ervaringen, andere studenten ontmoeten die hetzelfde meemaken. Maar vooral ook een student die dit al heeft overwonnen. Voorbij deze fase is. Hoe ben jij eruit gekomen? Men denkt dat hij de enige is in deze fase. Dat hij de enige is die dit voelt. Eigenlijk is het dus heel simpel zo'n oplossing. En nogmaals, heb ik niet bedacht. Heeft die student bedacht. Laten we even kijken, wat halen we hieruit? Ik denk heel veel, maar een aantal uitlichten. Het gaat over alle leefgebieden. Dus we kunnen niet zeggen, dit heeft de community LHTBIQ+ nodig.
of de first generation students nodig. Het zijn individuen en die moeten we leren kennen. Alles is bijna stressgerelateerd. Niet alles. Ik denk die 7% die een verkeerde studie hebben gekozen. Ja, sommigen zeiden ook, ja, ik heb gewoon een maatje gevolgd en nu ben ik, blijf ik gewoon, want ik heb een studentenwoning. En als ik stop, dan heb ik geen woning meer. Zei hij wel zo lacherig, maar eigenlijk is het wel heftig. Er nog zijn, soms een college volgen, de docent die effort investeert. Maar eigenlijk ben je er alleen maar voor de woning. Dus het woningaspect is een groot probleem. Het heeft gradaties in zwaarte. Soms ook wel heel makkelijk te voorkomen. Met een beetje extra kennis en dan is het ook opgelost. En het is echt iets waar men niet makkelijk over spreekt. Continu de vraag, wat maakt dat ik dit allemaal hoor van jou? Want ik ken je net 10 minuten. Dus men zoekt naar die rolmodellen, men zoekt naar die matches. In dit geval werkte het goed omdat ik een vertrouwd gezicht ben. Maar het antwoord op de vraag, heb je dit al vaker gedeeld? Met wie deel je dit? Het overgrote deel houdt het in zich. En hoe gaan we dat doorbreken? Een van de citaten weer, ik dacht dat ik alleen was die dit meemaakt. Dus ook dat zou een oplossing kunnen zijn. Hoe gaan we dat doorbreken? Als we even nadenken van wat zouden we nu al aan de HVA kunnen aanbevelen, als het domein overstijgende ondersteuning van belang is. Dus ja, die woning ook proberen te regelen voor die student, daar hebben we ook uitval voorkomen. Die dame uit de prostitutie terughalen, hoe gaan we dat doen en wie moet dat doen? Gaan we doorverwijzen of gaan we onze social workers inzetten, de docenten die zoveel kennis hebben? Hoe doen we dat? We hebben heel veel kennis ook in huis natuurlijk. Het normaliseren en bespreken van uitval. Ik denk dat als stad van het jaar ook de uitvalcijfers en de redenen daarvan worden gedeeld, dan snapt men het. En we ook de oplossingen aanreiken aan de student. Je hoeft niet eenzaam te zijn. Die plekken creëren verbinding. En die binding is heel erg van belang. Dat heb ik nogmaals heel goed ervaren. Dus hoe zorgen we dat we als docent die verbinding opzoeken en creëren? Moeten we, volgens, ik heb bijna alle hoeken inmiddels van de HVA gezien. Ik zie hoe geweldige plekken er al zijn gecreëerd. Hoe vaak zijn we daar nou? Hoe vaak maken we contact met de student vanuit onze persoonlijke pet? Om gewoon contact te maken, om te weten hoe het gaat, wie je bent. En iets wat we ook vaak hebben gehoord is toch wel de herkenning van de student in de docent. En dan hoeft het niet per se met kleur of etniciteit te maken. Het gaat ook om verhalen, lessons, levenslessen. Jij hebt meegemaakt wat ik nu meemaak. Dus hoe kwetsbaar stellen we ons op als docent, als medewerker? De Bali-medewerker heeft ook een rol op de begane gronden van de hogescholen. De student heeft behoefte aan binding en vertrouwen. Het hebben van iemand waar je op aan kunt. Het houdt de ander echt op been. Het samenstellen van een programma waar studenten op basis van een wederzijdse match een docent toegewezen krijgen of iemand anders die voor hen is, hen ziet, hen ondersteunt op al die domeinen in het leven. Dat is waar de student om snakt. Dat was afgelopen jaar. En dat heeft mij echt rust gegeven. Rust gegeven omdat, nogmaals, ik heb veel geleerd, ik heb veel gezien, ik heb veel mensen gesproken. En nu gaan we naar de medewerker, naar jullie. Hoe kijken jullie naar het rapport? Wat herkennen jullie? Wat weten jullie? Hoe gaan we hier een groeidocument van maken? Welke onderzoeken zijn er? Wat is daar in lijn in? En wat vinden jullie van DNA in uitval? Wat zijn jullie oplossingen? En tot slot leren van de anderen. Van andere faculteiten, van andere scholen, maar vooral van het bedrijfsleven. Ik ben veel in contact nu met veel mooie grote bedrijven. En sommige zijn echt heel ver.
Met ver bedoel ik dat als ze een onderzoek doen, dan koppelen ze ook de onderzoeken vanuit al hun filialen over de hele wereld. En met die data durven ze te zeggen dat wij het heel goed doen. Een voorbeeld, Accenture. Die staat te trappelen om met jullie allen mee te denken over hoe zij het doen. Maar laten we dat lekker groter maken. En ook daarmee, dat wordt ook een hulpvraag aan jullie. Wie kennen jullie die hieraan zou willen bijdragen? Maar ik denk dat het bedrijfsleven van waarde zou kunnen zijn om ons te adviseren. Dank jullie wel. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Abdelhamid. En echt ontzettend mooie verhalen die je hebt gedeeld. Je weet wat ze zeggen, when you're having fun and you're learning a lot, time flies. En we zitten iets krapper in de tijd, dus daardoor moeten we wel meteen door. Maar jij bent natuurlijk een bekend gezicht en je loopt iedere dag rond bij de HVA. Dus aan iedereen hier, stel je vraag vooral aan Abdelhamid. Spreek hem vooral aan. En volgens mij die verbinding opzoeken waar je het ook over had, is daar ontzettend belangrijk in. Ja. Dus mogen we nog één keer een daverend applaus voor Abdelhamid. Dankjewel. Heel erg bedankt. Goed, dan gaan we nu door naar de volgende spreker. Nou, we zeiden op het begin al dat Marleen Sticker vandaag ook op het programma zou staan. Helaas is Marleen wel verhinderd. Zij kan hier helaas niet bij zijn door omstandigheden die ook buiten haar macht liggen. Maar we zijn ontzettend blij dat een collega van haar, Sander van der Waal, er wel vandaag is om ons wat meer te vertellen over dat digitale van die 3D's waar wij stilstaan. Sander is onderzoeksdirecteur bij Waag Future Lab en hij ondersteunt Marleen ook heel veel bij het onderzoek dat gedaan wordt. Dus zeker een expert in het veld als het gaat over digitalisering. Sander, ik geef het woord graag aan jou. Dank en een applaus voor Sander, zou ik zeggen. Goedemiddag. Ja, helaas. Marleen kon er op het laatste moment toch zelf niet bij zijn, wegens medische redenen. Het gaat relatief goed met haar, kan ik melden. Ik ben Sander van der Waal, inderdaad werkzaam bij Waag als onderzoeksdirecteur en heb Marleen mogen ondersteunen en ondersteun haar nog steeds in haar rol als professor of practice. Dus we hebben een klein beetje moeten improviseren, maar omdat ik er betrokken bij ben, kan ik jullie wel wat moois vertellen over Marleens werk aan de HVA als professor of practice op het gebied van digitalisering. We hebben al twee hele mooie verhalen gehoord over duurzaamheid en over diversiteit. En die twee thema's die zijn ook al heel doorsnijdend eigenlijk door alles wat de HVA doet. En digitalisering is eigenlijk op dezelfde manier niet iets wat alleen maar een kwestie is van de IT-afdeling of van de informatica-afdeling. Maar is ook iets wat steeds meer doorsnijdend is in alles wat wij doen in onze maatschappij. En dat is ook de basis eigenlijk van Marleen's opdracht, van haar werk, zoals ze dat al bijna 30 jaar doet bij de Waag. Digitalisering waarbij dus publieke waarden centraal staan, dat is eigenlijk het uitgangspunt van haar werk. Ik wil jullie wat laten zien over wat Marleen gedaan heeft de afgelopen tijd binnen de HVA. Er zijn een paar activiteiten die we georganiseerd hebben die ook het doorsnijdende en multidisciplinaire, je kunt zeggen transdisciplinaire karakter eigenlijk van digitalisering in haar opdracht als professor of practice mooi weergeeft. De eerste daarvan is een MOOC, een Massive Online Open Course, die we samen met de Digital Society School en medewerking van Cohesie en anderen, verschillende lectoren ook, hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een mooie online cursus die op een toegankelijke manier eigenlijk uitlegt waar we voor staan met z'n allen als het gaat over digitalisering. Die hebben we vorig jaar ontwikkeld en daar een eerste ronde mee gedraaid. Sommigen van jullie kennen hem misschien al. En op basis van de feedback uit die eerste ronde hebben we nu een nieuwe module ontwikkeld. Daar laat ik jullie wat screenshots van zien. Dan krijgen we Marleen nog een klein beetje mee ook op deze manier. En het model wat wij ontwikkeld hebben bij Waag, de Public Stack, is eigenlijk een model wat goed laat zien welke verschillende vakgebieden en onderdelen allemaal een rol spelen op het moment dat we nadenken over digitalisering waarbij publieke waarden centraal staan. Het voert te ver om nu de hele public stack uit te leggen. Je ziet er hier een plaatje van. Waar het op neerkomt is dat je eigenlijk een fundament moet bouwen op basis waarvan digitalisering vormgegeven wordt in onze maatschappij. En
hoe die, dat fundament tot uiting komt en hoe dat fundament gebouwd wordt en ontworpen wordt, dat is weergegeven in het ontwerpproces, wat dus in die nieuwe module van de MOOC ook centraal staat. En daarin maakt Marleen ook de link met key enabling methodologies, wellicht bekend voor de mensen die in de ontwerpsector ook actief zijn. En dat gaat eigenlijk over participatieve ontwerpprocessen, waarbij je zorgt dat iedereen die geraakt wordt door digitalisering ook een rol kan hebben bij het proces. En dat is eigenlijk ook weer een linkje naar de diversiteit, om ervoor te zorgen dat iedereen, dat digitalisering in het belang is van iedereen, zou je kunnen zeggen, moet iedereen ook een plek aan tafel hebben op het moment dat beslissingen genomen worden rondom digitalisering. En de Key Enabling Methodologies is eigenlijk een voorbeeld van hoe op nationaal niveau in Nederland nagedacht wordt over dat soort methodes in algemene zin vanuit ontwerp. En wij linken die heel specifiek aan digitaliseringsopdrachten. En bijvoorbeeld, je ziet hier een voorbeeld van de Co-Creation Navigator. Dat is een initiatief dat wij vanuit Wagen ontwikkeld hebben, waarin we een soort catalogus ontwikkeld hebben om wat wij leren in de praktijk brengen van die participatieve methodes ook delen met de wereld en ook gezamenlijk daaraan verder willen bouwen. Dus dat is ook een link die we maken met de HVA en de verschillende ontwerppraktijken die natuurlijk al heel lang ook bij de HVA plaatsvinden, om dat met elkaar te verbinden. En uiteindelijk gaat het erom dat we digitalisering willen vormgeven als iets waarbij al die verschillende partijen een duidelijke rol hebben. Dus hier laat Marleen zien wat we in het initiatief Hollandse Luchten doen. Dat is een meetproject waarbij mensen zelf de luchtkwaliteit meten in hun eigen achtertuin met een sensorkit. En daarmee zorgen we dat de bewoners en de Hollandse helden, dat zijn dan de mensen die daar een soort community lead rol in hebben, zelf actief aan tafel zitten op het moment dat een onderwerp wat voor hen belangrijk is, namelijk de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld rondom de staalfabriek in IJmuiden, dat ze daar zelf vat op krijgen. Digitalisering is niet iets wat een doel is op zich, maar dat is gelinkt aan een praktijk. En voor die praktijk moeten mensen meer zelf het heft in eigen handen kunnen nemen. Dus dat legt Marleen uit in die MOOC. Hij is beschikbaar ook voor iedereen om te volgen. En het is een mooi voorbeeld van hoe eigenlijk de kennis die we opgedaan hebben in de praktijk gebracht wordt. Het tweede wat we gedaan hebben is een minor ontwikkeld. En dat was een mooi traject waar ik zelf ook bij betrokken ben geweest. Waarin we niet alleen maar vanuit één richting, maar juist vanuit de informatica, vanuit ontwerp, vanuit ook economie en vanuit rechten, samen hebben gewerkt met docenten uit die verschillende vakgebieden, om gezamenlijk te kijken hoe kunnen we het internet herontwerpen op basis van publieke waarden. Ik wil Hans Zwart nog even noemen, die zit hier, die heeft een prachtige coördinerende rol daarin ook vervuld. En vanuit Waag hebben wij wat praktijkcases ingebracht in de minor, om ook te zorgen dat het niet alleen maar multidisciplinair is, maar echt transdisciplinair en die maatschappij ook daarin centraal kan staan. Dus op die manier hebben we binnen het onderwijs en de AVA een mooie nieuwe minor kunnen toevoegen, die juist al die verschillende verbindende lijntjes probeert met elkaar aan elkaar te verbinden. Ik moet zeggen, het is een heel interessant traject geweest, wat ook eigenlijk nog een soort onderzoek aan zich is. Hè. Dus hoe gaat het in de praktijk werken als je daadwerkelijk vanuit die verschillende vakgebieden één vak ontwikkelt of één minor ontwikkelt. We hebben hem de eerste keer gedraaid nu. Er zijn zo'n 16 studenten mee aan de slag gegaan. En dat was heel interessant. Er zijn een paar dingen die ik eruit wil lichten uit de minor die we gedaan hebben. Een mooi voorbeeld is dat we de studenten gevraagd hebben om zelf een opdracht te doen waarin ze iets gerelateerd aan digitalisering toevoegen aan wat we de commons noemen. Dus bijvoorbeeld als je de commons niet kent als term, je kunt denken aan Wikipedia bijvoorbeeld. Dat is een commons, het is een gezamenlijke bron die onderhouden wordt door allerlei mensen die daar zelf eigenaarschap over kunnen ontwikkelen en zelf aan kunnen bijdragen. Dus we hebben studenten gevraagd om ook zelf ergens aan bij te dragen. Een mooi voorbeeld is, vind ik, die linker op deze slide. Het is een rechtenstudent, Lotte, die iets heeft bijgedragen aan OpenStreetMap. Een OpenStreetMap is een
een open en een meer op publieke waarden gebaseerd alternatief voor Google Maps. Waarbij je ook zelf aan de kaart kunt meebouwen en zelf daarin kunt bijdragen. En zij heeft in haar opdracht zelf haar omgeving in de NDSM-werf beter in kaart gebracht. Want ze vond dat op OpenStreetMap nog niet voldoende uitgewerkt was. En ze heeft op die manier ook zelf kunnen bijdragen aan de commons. En ik denk dat dat actieve, dat doen als onderdeel binnen de minor, vonden we heel erg succesvol. We hebben een eindopdracht gehad die gepresenteerd werd op de wagen, waar mensen ook in de tweede helft van de minor zelf aan de slag zijn geweest in Amsterdam Zuidoost. Om ook te kijken hoe digitalisering ingezet kan worden in de context van op de opgave rondom ruimtelijke ontwikkeling in Zuidoost. En hoe daar specifiek ook de verhalen vanuit Zuidoost meer een plek kunnen krijgen in de verhalen die we vertellen over die omgeving. Als derde element wil ik nog even inzoomen om iets wat misschien niet op het eerste gezicht helemaal gelinkt is, maar voor Wagen een natuurlijk verlengde is eigenlijk van hoe wij nadenken over digitalisering. En dat is het maken, de rol van het doen. En dan niet alleen vanuit van achter je scherm, maar juist ook heel specifiek vanuit het met je handen werken. We hebben een Digital Fabrication Lab bij Waag opgericht 15 jaar geleden. Als je terugdenkt aan wat ik noemde over Hollandse Luchten, die sensor kit, die bouwen we ook zelf. Dat mensen zelf ook gevoel krijgen bij die sensoren die dan de luchtkwaliteit meten. En dat doen we in dat soort labs. En ook bij de HVA is er sinds kort een makerslab, of weer een makerslab, op grote schaal nu gepresenteerd. En dat viel ongeveer samen met het 15-jarig bestaan van ons eigen fablab. Dus we hebben een mooi evenement voor georganiseerd, waarin je ook ziet dat er geschiedenis is. Marleen komt nog heel even terug. De geschiedenis van 15 jaar maken in de stad. En op die manier willen we ook blijven verzorgen vanuit de Professor of Practicership van Marleen, dat we die links maken tussen techniek en ontwerp en makerschap en economie. Er zijn ook verschillende sessies geweest met Marleen Sticker en Kate Raworth om juist dat snijvlak tussen duurzaamheid en digitalisering verder te verkennen. En dus de betrokkenheid vanuit de economische faculteit in de minor was ook vanuit Center of Economic Transformation, waar Kate natuurlijk een belangrijke rol in speelt. Dus op die manier zie je ook dat er verschillende links tussen de faculteiten en het onderzoek en het onderwijs wat plaatsvindt, op deze manier versterkt wordt. Om ervoor te zorgen dat digitalisering beter op basis van publieke waarden ontwikkeld gaat worden. En dan kom ik eigenlijk op het laatste onderdeel van deze presentatie, want dat gaat wat meer over de bedrijfsvoering van de HVA zelf. Dus het platform waarop we de MOOC draaien, LearnWorlds, is misschien bij sommigen bekend. De manier waarop we de online sessies hebben via Microsoft Teams. Dat is eigenlijk niet de technologie die we heel graag zouden willen zien. Of de technologie die de publieke waarden die we in digitalisering willen versterken, echt belichaamt. Dus een van de andere onderdelen van Marleen's rol bij de HVA is om te kijken hoe de HVA zelf op een andere manier met technologie kan omgaan. En die praktijk die blijkt weerbarstig. Dat is best lastig, kan ik heel eerlijk zeggen hier. Een van de manieren waarop we dit geprobeerd hebben is om te verkennen of de HVA zich aan zou kunnen sluiten bij Public Spaces. En Public Spaces, voor wie het niet kent, is een coalitie van ruim 40 organisaties momenteel. Veelal publieke organisaties, maar ook de Universiteit van Groningen heeft zich daar aan gemeld. De gemeente Amsterdam heeft zich gemeld. En we zouden heel graag willen dat ook de Hogeschool van Amsterdam zich formeel committeert aan Public Spaces. En waarom is dat interessant? Public Spaces heeft een manifest opgesteld. Het zijn 5 kernwaarden die we centraal stellen. En we, zeg ik, Waag is een van de co-founders, kun je zeggen, van Public Spaces. De 5 waarden die we daarin gedefinieerd hebben in het manifest van Public Spaces, die publieke waarden, daaraan committeren de organisaties zich om die centraal te stellen in hun inzet van technologie. En eigenlijk voor elk van deze organisaties is het nog een uitdaging. Kun je niet zeggen dat die al volledig alle technologie alleen maar op basis van die publieke waarden hebben. Iedereen gebruikt nog wel ergens Facebook of andere technologie die waarden niet zo goed vertegenwoordigt. Maar de ambitie die de organisaties uitspreken om te zeggen, wij willen met elkaar ons committeren aan
een proces waarbij we het beter willen gaan doen en we willen van elkaar leren hoe we dat beter kunnen doen. Dat is iets waarbij de HVA belangstelling voor is, waar ook op verschillende niveaus al gezegd is, ja, dat gaan we doen. We hebben nog niet een formeel commitment gehoord, maar het is wel iets wat eigenlijk continu ook weer terugkomt en waar we ook op blijven inzetten. En dat gaat dus op het hoogste niveau om te kijken van kan de HVA zich formeel zeggen, ja, de Hogeschool van Amsterdam wordt lid van Public Spaces, maar het gaat juist ook heel erg over die praktijk. Hoe zorg je dat de tools die je gebruikt, de applicaties die je inzet, de manier waarop je technologie in je onderwijs en in je onderzoek inzet, dat de technologie is die publieke waarden herbergt. En daar is het werk echt nog niet gedaan. Daar is eigenlijk iedereen nog te leren. En wij ook. Wij ook vanuit Waag. En dat doen we graag met jullie. En in nu het derde jaar van van Marleen's rol als professor of practice willen we dat ook wat meer handen en voeten gaan geven. En willen we ook kijken hoe we daar wat meer een community of practice kunnen organiseren rond mensen die hier al wat verder in voorop lopen. We merken, dus het rectoraat van Nanda Piersma bijvoorbeeld rondom Responsible IT, wat heel goed ook het verlengde is daarvoor met bijvoorbeeld Applied AI als onderwerp in Pascal Wiggers werk. Er zijn verschillende gebieden waar eigenlijk ook al in het onderzoek en in de praktijk deze digitalisering op basis van publieke waarden centraal staat. Dus daar gaan we graag ook met jullie in gezamenlijkheid het komende jaar verder mee aan de slag. Als laatste wil ik zeggen, mochten er studenten in de zaal zitten of voor studenten die jullie kennen, meld je aan voor de minor. Gewoon een klein reclameplaatje aan het eind. Ik begrijp dat zondag een belangrijke deadline is voor de aanmeldingen. Er zijn nog wat plekken beschikbaar voor de minor. Bij deze, de oproep en de MOOC, eigenlijk dat is de tweede. Dus ben je geïnteresseerd om zelf ook meer aan de slag te gaan, meer te leren over digitalisering op basis van publieke waarden, dan is het volgen van die MOOC eigenlijk een heel mooi startpunt. Dus dan ga je in 4 modules door de verschillende onderdelen van het boek van Marleen, daar is het op gebaseerd. En op die manier kun je zelf wat eerste stappen maken om digitalisering op publieke waarden in de praktijk te brengen. Dankjewel. Dankjewel Sander. Blijf lekker, of kom erbij zou ik zeggen inderdaad. Dank voor het delen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, misschien als eerste vraag, of er vragen uit het publiek zijn voor Sander. Zie ik handen al hiervoor. De box doet het weer. Ja, ik zou hem niet stoppen, want je zit heel goed. Dat wordt gooi hem heel rustig je kant op. Ja. Dankjewel. Ik was even nieuwsgierig, er werd gesproken over de publieke waarden en dat het er 5 zijn en dat het niet zo eenvoudig is om die zeg maar echt toe te passen voor organisaties. Wat is het belangrijkste verschil van de 5 publieke waarden vergeleken met andere organisaties? Wat is zo onderscheidend en tegelijkertijd lastiger eraan? Ja, publieke waarden kan soms een wat diffuus begrip zijn en er zijn er meer dan 5. En welke waarden belangrijk is ook nog weer eens contextafhankelijk. Dus het klinkt inderdaad makkelijk, we hebben 5 waarden en dat zijn de publieke waarden en zo moet je het doen. Maar de praktijk is veel weerbarstiger. Eigenlijk kun je zeggen dat publieke waarden een uitdrukking is van onze maatschappelijke waarden en het vooropstellen van het publieke belang in hoe we met technologie omgaan. Dus er zijn er meer dan 5 en in verschillende contexten zijn verschillende waarden belangrijk. Zoals ze opgesteld zijn in het manifest van Public Spaces gaat wat specifieker uit van de context van publieke organisaties. Dus veel publieke omroepen zijn er ook bij aangesloten. De Koninklijke Bibliotheek is een partner daarvan. En dat zijn organisaties die niet zelf de overheid zijn, maar wel op basis van publieke middelen gefinancierd zijn, een publieke missie hebben. En tegelijkertijd van het ministerie bijvoorbeeld te horen krijgen dat ze zoveel bezoekers moeten hebben of zoveel kijkers moeten hebben en dan zich genoodzaakt voelen om gebruik te maken van platformen als YouTube en Facebook om die mensen te bereiken. Dat is een beetje de kern geweest van hoe het begonnen is. En de 5 publieke waarden die daarin staan, die zijn dus ingesteld op het snijvlak tussen publieke organisaties en hun publiek of hun in het geval van HVA-studenten zou je kunnen zeggen de studenten en de medewerkers. Dus dat is de context waarin die waardebeschrijving zo gemaakt is. Dus vanuit SURF en vanuit
Ratenaar vanuit andere organisatie, die zijn ook bezig met publieke waarden. Die hebben net weer andere definities. Mm-hmm. Dus het is, de definities kunnen verschillen. En er is ook nu weer een initiatief om die verschillende waarden met elkaar te vergelijken. En te kijken hoe je wat eenduidiger kan komen tot een, wat ze dan een waardenwoordenboek noemen. Ja. Zodat we een beetje wegwijs worden uit het hele landschap van publieke waarden. Ja. Super, maar ik weet dat jij een beetje haast hebt, maar ik heb nog wel één korte vraag eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat best wel veel mensen ook geïnspireerd zijn en misschien ook denken van, hey, ik wil zelf ook switchen naar platforms die misschien iets meer voldoen aan die publieke waarde. Heb je misschien een paar concrete tips van deze switches kunnen jullie als HVA medewerkers maken? Ja, maak geen gebruik van WhatsApp. Ja. Er zijn hele mooie alternatieven. Signal is er, okay. Is er bijvoorbeeld één van. Ja. Je hoeft niet te videobellen met Teams. Er zijn andere platforms die wel op basis van publieke waarden werken, zoals Jitsi of BigBlueButton. Je hoeft niet alles in Microsoft Tools überhaupt te doen. Er zijn andere manieren om documenten te maken en te delen. Je hoeft geen Google Maps te gebruiken, maar OpenStreetMap is net wat beter geworden, zoals ik al gezien heb. Ja. Dus er zijn een paar, en er zijn ook sites die je daarbij helpen. Dus dat is misschien ethical.net is een voorbeeld van een site. Ja, mooi. Ja. Kunnen we concreet we kunnen allemaal aan de slag eigenlijk vandaag al. Los van het volgen van die MOOC natuurlijk. Precies. Ja. Oké, dat is het eerste. Nee, inderdaad, ja. Mogen we nog één keer een daverend applaus voor Sander van der Waal. Dankjewel. Dankjewel. Ook op korte termijn, dus heel erg veel dank daarvoor. Zo, dankjewel Sander. En ook een groot dankjewel aan jullie voor het luisteren hier zijn bij deze breakout, deze masterclass. Goed om te weten dat jullie nu lekker lunchpauze hebben. Ja. Dus ook goed verdiend na al het opzuigen eigenlijk van alle kennis. En daarna hebben jullie weer een aantal andere rondes. Jackine en ik die zijn er dan niet meer. Dus voor ons is dit ook onze goodbye to you. Dus Dank jullie wel. Jongens, wat lief. Jullie hebben door dat wij expliciet naar applausjes aan het vissen waren voor jullie, voor ons. Maar dat is super lief. Nou, ik zou zeggen, geniet lekker van de pauze en ook van de rest van de dag. En wie weet, tot de volgende keer. Heel veel plezier. Doei.